ja, misschien moet ik dat ook maar gewoon doen. Ik doe dat eigenlijk nooit. Het is weer super heet in de auto. Maar ik wil er echt niet over zeuren vandaag. En dan voel ik me eigenlijk heel trots en heel verdrietig tegelijkertijd. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. En wat voor ochtend hebben we erop op zitten? Sarah lukte het niet om op te schieten vandaag. En dan gaan we zeg maar een paar minuten later dan normaal de deur uit. En dan heb je helemaal het gevoel dat je te laat komt. Dus dan ga je keihard fietsen en alles. En dan komt het schoolplein, ben je uiteindelijk te vroeg omdat je zo hard hebt gefietst. Dat je weer tijd over hebt. Met veel mee, de deur ging wel kort daarna open. En toen moest ik wat dingetjes regelen. Nou, ik heb nu 50 minuten aan de telefoon gezeten. Waarvan denk ik 45 minuten wachten is geweest. Dan bel je eerst de één. Nee, dan krijg je een ander nummer. Dan bel je die. Nou, dan heb je het gesprek afgerond. Ja, dan verbinden we je nu door met degene die je moet spreken. Nou, oké. Nou, dan sta je er weer eindeloos in de wacht. Maar goed, ik heb alles geregeld wat ik moest regelen. En ik hoop vandaag gebeld te worden over die kast. Die tv-kast moet natuurlijk terug. Maar die zouden mij bellen. Maar als ik zeg maar voor de lunch niet gebeld ben, dan moet ik zelf contact op gaan nemen. Dus dat is nog even afwachten. Ik hoop wel dat die snel opgehaald worden. Zo, ik kom lekker uit mijn woorden deze ochtend. Ik heb ook vannacht raar geslapen, dus ik ben ook echt raar wakker geworden. Maar goed, die kast staat als heel groot pakket nu in de gang en het staat best wel in de weg. En dan staat er nog een klein pakket bij waar we de kleine onderdelen in hebben ingepakt. Dus ik kan niet wachten tot dat weg is. Maar goed, dit is in ieder geval allemaal geregeld wat ik moest doen. En ik drink even lekker mijn theetje en dan ga ik verder met de rommel. Het staat nog maar een heel klein beetje in mijn woonkamer. Ja, het moet wel echt gedaan worden. Ik heb er eigenlijk echt geen zin in. Het liefst zou ik echt terug gaan in mijn bed. Want ken je dat? Als je dan gewoon raar slaapt. Heel onrustig. En dan niet goed wakker wordt. Dan gaat de wekker, maar je ligt te diep in slaap. En dan, ja, ik weet niet. Dan blijf je er een soort van in hangen. Het is gewoon niet mijn ochtend dit. Maar goed, dat trekt dadelijk wel weer bij. Maar het liefst zou ik echt zeggen, ik ga nog even een uurtje liggen. En ja, misschien moet ik dat ook maar gewoon doen. Ik doe dat eigenlijk nooit. Het regelen is allemaal gebeurd. Dus nu ga ik even proberen alles klaar te zetten. Want dadelijk na school moeten we gelijk weg. Dan heeft Sarah weer de afspraak. Maar ik heb er zo'n hekel aan. Als je thuis komt en je moet dan gaan haasten en alles in de keuken klaarzetten. Dus ik vind het altijd fijn als dat nu al klaar is. En Marco die redt het vandaag ook niet met eten. En het, in ieder geval laat ik zeggen, hij komt thuis eten. Maar dan moest hij gelijk daarna weg. Of hij zou nu niet thuis komen en dan morgen, als het goed is, wel heel de avond gewoon thuis zijn. En dat was even een fijnere optie. Mijn hoofd is lekker af, zie ik. Oké. Nieuwe poging. Dus zoals je ziet, ja, dat is dan in principe een betere optie. Dus ik eet weer alleen met Sarah en hij eet dan op zijn werk. Maar op zich komt het mij ook niet verkeerd uit, want ja, het scheelt mij ook tijd. En we hebben gewoon even heel veel dingen die we af willen hebben. Dus soms is het gewoon ook wel fijn als je dan even allebei op je dingetjes kan focussen. Dat het allemaal af is, dan heb je net daarna allebei gewoon even beter. Heb je een beetje adempauze. Dus ik hoop eigenlijk dat die dingen na het weekend
even zoveel mogelijk weg zijn. Dus in het weekend wordt natuurlijk de tuin gedaan, de achtertuin. Want de voortuin is ook chaos, daar staat alles. Dus ja, dan zou het wel heel mooi zijn als alles nu dan af is. Dan is de voortuin weer netjes, dan is de achtertuin helemaal gedaan. Ik zit alleen te twijfelen of ik ander meubilair wil voor in de achtertuin. Ja, dan moet het nog wel op tijd zijn voor Sarah's verjaardag. Maar anderzijds, we hebben dat vlonder en we hebben hem nu wel uitgelegd, maar nog niet op de balken. Dus je ziet niet precies hoe ver die komt. En als ik een ander terras wil, zeg maar, dan is het wel handig dat het daar echt goed op uitkomt. Dat je genoeg ruimte hebt om te schuiven en te lopen en te zitten en alles. Dus ja, dan zit ik heel erg van ja, of nu wat bestellen en dan wordt het toch op de gok. Of je moet een stuk kleiner, maar dat wil ik niet. Aan de andere kant is het ook einde van het jaar. Dus ja, dan gaat het gelijk de winter in. En dan weet ik ook niet hoe het na de winter weer uitkomt. Dus ja, ik ben er nog helemaal over uit wat ik wil doen. Dus daar blijf ik gewoon over brainstormen. Net zolang tot ik het wel weet. Het is weer super heet in de auto. Maar ik wil er echt niet over zeuren vandaag. Want het is echt de laatste dag dat het zo lekker weer is. Morgen een beetje tussenweer. En daarna wordt het gewoon echt tussen de 13 en de 15 graden met regen, regen, regen. En dat is trouwens echt heel rot ook met de tuin doen. Dus dan moet ik ook nog overleggen hoe we dat gaan doen. Misschien vooraf de tuin al afdekken, ik weet het niet. Of heel erg hopen dat het niet helemaal los gaat en dat het nog even een paar dagen opschuift die regen. Maar ik heb zo'n gevoel dat we pech gaan hebben. Dan zeg ik heb net wel echt heel veel gedaan. Nu al wc ophalen. Is het leuk, overal staan palen op de weg, maar dan kan je er niet met z'n tweeën langs. Dus we zijn allemaal aan het slalom de hele dag. Echt, als het morgen en overmorgen, avond en nacht is de weg helemaal afgesloten. Dus ik hoop echt dat ze het dan opnieuw gaan asfalteren en dat we gewoon weer een normale weg hebben. Ik ben blij dat het gebeurt, maar het is wel echt ellende al die weken. Oeh, het is heel heet in de auto. Ik ga nu lekker naar mijn afspraak en ik ben er net op school geweest en ik heb bij me al mijn werk af. Ik moest nog één ding afmaken en nog één ding gewoon alles ervan maken op school. Voor de rest heb ik alles af. Goed gewerkt dus. Ja. Ja, en geniet maar van de warmte. Ja, want, en het is echt dag. Top. En morgen gaat het regenen. Nou, morgen valt het nog mee, is het een beetje wisselvallig. En donderdag al helemaal. Ja, vanaf donderdag wordt het slecht, helaas. Ja. Mama is bij. Hi. Wij kwamen thuis en toen hebben we gelijk gegeten. Ja, ik maak maar even open. Even kijken, ga ik hem er voor je uithalen. Het gaat een beetje moeilijk eruit, denk ik. Ja. Oeh, wat is dit? Wat is dit voor leuks? Oh, deze ene tas. Je nieuwe tas. We hebben een naam erop. Ja, kom. Nou, hij zit zo goed vaak in. Mijn nagels gingen al allemaal kapot. Nou, nu denk ik maar al zo. En ik vind en dan gaat hij in één keer. Nieuwe tas heel leuk. Ja, maar nou heb je nog een nieuwe tas. Nou, hey, kijk hoe cool die is. Kijk, een rugzak. Hij is, en hij is een beetje klein. Hey, maar, nou, dat valt wel mee hoor. Hey, kijk eens, als je hem zo uitvouwt. Daar kan gewoon jouw bekerbakje overblijven en gymspul in, hoor. Hij is wel cool, hè? En deze zit aan de zijkant wat in. Ja, er zit een klein vakje ook nog. En hier zit een ritsje. Zie je? Kijk, hier hebben we een rits. Ja. En hier een vakje hier. Oh, daar, ja. Ja, en dan een klep. En wat staat er op? Sarah met hartjes. Hoe leuk is deze tas? Nou, leuk. Hey, dat is wel leuk. Dan kan je morgen gewoon weer een andere tas mee naar school nemen. Ik heb echt 4 tassen nu. Ja, nu heb je bij toeval 4 tassen. Zoveel. Dus, nou. Dan is het bedtijd voor jou. Ja, het is toch belangrijk. Soms is het leven zo leuk. Ik dacht dus, Sarah ligt op bed. Ik ga heel even zelf in mijn eentje relax tv kijken. Ja. Jammer, joh. Nou, de tv ging het weer doen. Toen kwam Marco thuis. Toen dacht ik, nou, oké. Toen dacht ik, nou, ga ik even kijken. Maar Marco liep altijd heen en weer. En die was ook aan het praten. Ik denk, nou, dan ga ik even editen. Dat komt dus af.
Toen dacht ik, nou, ga kijken, kwam Marco weer naar beneden van het douchen. En nu is Marco wat eten aan het halen, want die had niet heel veel gegeten en ik waardje mijn oog. Dus ik zit de hele tijd aan mijn ogen. En dan moet ik afblijven, want het maakt het erger. Maar dan heb ik van die drang dat ik eraan moet zitten, want dat haartje moet weg. Maar goed. Dus Marco is nu nog wat te eten aan het halen. Maar ja, dan heb ik natuurlijk ook honger. Dus hij had ook wat voor mij. En nu ga ik dus echt, nou, 10 minuten Modern Family kijken. Want nu heb ik een momentje voor mezelf eindelijk dat het gaat lukken. Wij hebben lekker Mackie. Oh. En toen wilde ik naar de keuken lopen om Sarah de bakje in de beker te maken. En toen dacht ik me, dat heeft ze gewoon zelf gedaan toen we aan het afruimen waren. Toen zei ze al, ik ga het zelf doen. Dus het staat gewoon al klaar. Maar af en toe moet ik er zo aan wennen. Want ik bedoel, ze is pas 6. En dan heeft ze dat al zelf gedaan. En dan voel ik me eigenlijk heel trots en heel verdrietig tegelijkertijd. Aan de ene kant heel trots dat ze gewoon al die dingen dan zelf doet. Maar aan de andere kant denk ik, ach, je bent ook maar een klein meisje. En dan wordt ze al zo groot. En dan weet ik ook niet altijd hoe ik daarmee moet. Een raar ding eigenlijk, moederschap. Hoe je dat dan tegelijk kan voelen. Echt bizar hoe sommige dingen werken. En nu ga ik lekker mijn bed weer in. Dus ik wil jullie nog even bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer.